Vandaag gaan we dat ietsjes doorpakken. We gaan nu niet meer op kracht wielen. We gaan nu met de clutch werken. En elke keer rem ik hem terug. Hallo vriendjes! Welkom terug bij Stunten als een Pro. Zo, even de motor een klein beetje warm maken. Les nummer 3 alweer. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we leren balanspunt opzoeken. Wat houdt balanspunt in, Stijn? Het balanspunt is het punt tijdens het wielen waar je eigenlijk geen gas meer hoeft te geven en ook niet hoeft te remmen. Dus dat je in een stabiele snelheid op stabiele aantal RPM, aantal toeren, kan blijven doorrijden. Hoe gaan we dat doen? Nou, vorige les zijn we bezig geweest met clutchwork, koppelingetje, gas geven, omhoog, remmen, terug naar de grond. Nu gaan we dat remmen ietsjes uitstellen. Dus elke keer iets laten remmen om te zorgen dat de motor steeds ietsjes hoger kan komen. En dan gaan we kijken of we dat punt kunnen halen waarvan je eigenlijk voelt dat je wat lichter wordt. Dat je voelt dat de motor lichter wordt en dat je het gevoel krijgt dat je aan het zweven bent. Maar eerst om op te warmen, even een paar keer hetzelfde doen als de vorige keer. Koppeling in, gas geven, koppeling loslaten, ietsjes omhoog laten komen, bijremmen, rustig terugkomen en gas los. En steeds een klein stukje hoger. En nog een stukje hoger. En je ziet, hopelijk, en hoort ook aan het toerental. Op een gegeven moment zit ik op een toerental waarop ik niet meer hoger kom. Of dat het toerental niet meer oploopt, moet ik zeggen. Op een gegeven moment zit ik op een punt dat het toerental hetzelfde blijft. Dat is het punt waar ik daadwerkelijk aan het remmen ben. Dus je probeert steeds ietsjes langer je rem uit te stellen. Je hebt je voet nog wel op de rem voor het geval dat. Maar dat punt zat nu ongeveer op 4000 toeren. Nu op 5000 toeren. Dat is het punt dat je je rem erbij pakt. Elke keer een stukje hoger. En je rem indrukken. En je rem rustig ingedrukt houden. Of ietsjes doordrukken totdat je voelt dat je weer naar beneden toe komt. Heel belangrijk is niet in paniek raken. Op het moment dat je denkt, oké, dit was te hoog voor me. Neem lekker pauze. Rustig aan. Even goed bijkomen. Niet overhaasten. Vooral niks overhaasten. Het hoeft niet te snel. Je hoeft niet in één dag de beste stunter ter wereld te worden. Gaat niet. Gaat jarenlang aan oefenen overheen. Jaren. Dus het hoeft niet zo snel. Huppatee. En weer neer laten komen. En zo gaan we elke keer een stukje hoger. Tot het moment dat je gaat voelen. Hey, wacht eens eventjes. Voor mijn gevoel wordt die motor wat lichter. Dat is ongeveer dat punt. Helaas kunnen jullie het niet voelen. Hopelijk kunnen jullie het wel een klein beetje zien. Dan zitten we op het punt dat je eigenlijk geen gas meer hoeft te geven. Hetzelfde gas kan aanhouden. En eigenlijk ook niet hoeft bij te remmen. En het is gewoon een kwestie van proberen. Het kan zijn dat je de eerste paar keer te veel gas geeft, waardoor je te hard moet remmen. Het kan zijn dat je net niet genoeg gas geeft, dus dat je vlak onder het balanspunt blijft zitten en dat je denkt, ik moet nog even extra gas geven om door te halen. Maakt niet uit. Laat hem gewoon rustig zakken. Blijf bij je oefening. Rem erop. Terug naar beneden toe. Want dat is hetgene wat er echt in moet komen. Rem erop. Terug naar beneden. Goed, op een gegeven moment hebben we het punt te pakken dat we hoog genoeg zitten. En dat zie je, de snelheid loopt nauwelijks tot niet meer op. En daar begint, let op, begint het balanspunt. Dus omhoog. Daar. Dit punt. Dat is het punt waar je dus niet meer gas hoeft te geven en ook niet hoeft bij te remmen. Heel belangrijk, rem hem op een gegeven moment wel terug. Waarom? Want ik kan die wielie nog langer maken. Ja, dat is waar. Maar dit wordt juist het moment dat het gevaarlijk wordt. Of gevaarlijk kan worden op het moment dat je een fout gaat maken. Daarom hebben we de eerste paar lessen zo onwijs gehamerd op die rem gebruiken. Hou die rem erin. Op het moment dat het goed gaat, prima. Op het moment dat het fout gaat, nog steeds erin houden. Dat gaat je leven redden. Nogmaals, het is niet heel makkelijk. Het is wel gevaarlijk. Hou je kopje erbij, omhoog, zoek het balanspunt op. En op het moment dat je op het balanspunt zit, alsnog
even je rem aantikken, dat je rustig weer terugkomt. Komt-ie. Dus je hoeft niet heel lang op het balanspunt te blijven. Het mag, als je je er comfortabel bij voelt. Maar in eerste instantie gaat het mij erom, gebruik die achterrem. 3000 toeren, omhoog, balanspunt. Rustig aan remmen en terug laten zakken. Rustig aan remmen, terug laten zakken. En je hoeft hem niet in één keer snel omhoog te gooien. Je kan hem rustig aan hoesten. Je kan hem rustig aan omhoog laten komen. Rustig aan omhoog en een beetje bijremmen. En op het moment dat je hem daadwerkelijk op het balanspunt hebt, ga je proberen om hem op dat balanspunt te houden. Kijken tot in hoeverre dat lukt, maar zorg ervoor dat je voor jezelf veilig blijft. Dat je zoveel mogelijk die achterrem erbij pakt, ook al is het nog niet helemaal nodig. Krijg dat erin voor jezelf, voor elke keer. Dat is het allerbelangrijkste om te doen. Zorg dat je die achterrem als gewoonte dingetje hebt. Ja, nog één keertje. Omhoog. Daar komt het balanspunt. Even de rem aantikken. En rustig terug. Goed, lieve vriendjes. Dat was het voor deze video. We kunnen ondertussen al bijna een weg doorwielen. Ik heb weer heel veel plezier gehad van deze kleine sessie. En deze oefening. Deze... Oh shit, not good. Wow. Wow, wat was dat? Lieve vriendjes, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Stunten als een Pro. Willen jullie nou dingetjes weten? Zijn jullie nou benieuwd naar trucjes die iemand doet, of die andere mensen doen, of die ik doe misschien? Zijn jullie benieuwd hoe dat werkt? Laat alvast even een comment hier beneden achter. Misschien kan ik die dan in een van de komende video's uitleggen aan jullie. Want ik ben van plan om nog veel verder door te gaan. Niet alleen maar, hey, nu kan je een wheelie. Maar hey, nu kun je bijvoorbeeld gewoon zittend naar een knee knocker. Waarbij je dus met één knie op je zadel zit. Of seat standers. Of met je handen los. Noem maar op. Dus goed, hebben jullie vragen? Laat het eventjes weten hier beneden in de comments. Hebben jullie suggesties? Laat het eventjes weten hier beneden in de comments. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe je duim omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag vriendjes!